Waarom wil je dat weten? Ik bedoel, waarom nu opeens? Nou, gewoon. Ik moest eraan denken, dus ik dacht, ik vraag het gewoon. Ik wil toch graag weten waarom je dat nu wil weten. Mag ik nog een kopje koffie pakken? Jij? Nee, geen koffie meer. Het is niet fijn, hè, dat je er steeds aan moet denken. Nee. En wat heb je dan? Zo het gevoel van een steen op je maag? En zo? Ja. Dat je nergens op kunt concentreren. Ja, nou, dat is het dus precies. Nou, je weet het echt wel heel goed te zeggen allemaal. Weet je waarom ik dan kan? Dat heb ik van jou geleerd. Ja. En nou wil je weten of ik je ooit bedrogen heb. Ja. Nee. Nooit. Zie je nou wel? Ja, ik wist het. Ik wist het! Maar dat had makkelijk gekund. En ik vraag me af waarom ik me altijd zo heb ingehouden. Zoveel seks kreeg ik thuis niet. Ik heb zo vaak de mogelijkheid gehad. Zo vaak? Ja, zo vaak, ja. Nou, dat zal wel meevallen, Tamar. Hoezo dat zal wel meevallen? Je bent toch geen Demi Moore? Ze stonden in de rij, hoor. Nee, Bo. Ik ben nooit met iemand anders geweest. Oh, ik wist het. Jij zit gewoon niet zo in elkaar. Nee, zo zit ik niet in elkaar. Nee. Maar er is wel iemand waar ik sterke gevoelens voor had. Ik denk dat jij wel weet wie dat is. Wie dan bijvoorbeeld? Nou, Erik van Brakel bijvoorbeeld. Erik van Brakel. Dit meen je niet. Maak je niet zo druk, er is verder niks gebeurd. Niet niks dus? We hebben een beetje zitten voetje vrijen onder de tafel. Tijdens dat zakendineetje. Waar zijn vrouw en ik bij zaten? Ja, dat is wel spannend, ja. En verder niks? Nee. Wel dus? Wanneer? We hebben een keer een beetje zitten zoenen in de auto. Er is verder niks gebeurd. Ik vraag me af waarom. Hè? Ik bedoel, wat heeft al die trauma nou eigenlijk opgeleverd? Erik van Brakel? Gadverdamme, Tamar! Kon je nou niks anders krijgen? Sorry? Ja, natuurlijk kan ik iets anders krijgen. En nog hoor, zal ik jou eens wat vertellen? Ik geloof dat ik de schade maar eens een beetje ga inhalen. Ja, hè? Waarom zou ik me inhouden? Voor wie? En voor wat? Er was van een trapje gevallen, hè? Ja. Op je neus? Ja, op mijn neus, ja. Dus je viel zo voorover... Precies op je neus. Ja, zo. Op mijn neus. Wat een pech, hè? Ja.